Do it yourself. In West-Vlaanderen maak het jezelf. Dus wat gaan we doen vandaag? Wat zou ik willen doen? Ik ga pickles maken. Dus pickles, iedereen gekend, iets typisch Belgisch. Want pickles is Belgisch, op onze manier. Dus zilveruitjes, augurken en bloemkoolkes. Bloemkoolkes. Ik ga de mosterd ook al meenemen. Zo. Pickles, heel lekker. Ook een voordeel, dat is niet zo vet. Dus onze augurkes en zilveruitjes, dat zijn gewoon op zuur. Rauwe bloemkoolkes, daar gaan we gewoon roosjes van snijden. Of, in het simpel gezegd, in stukjes snijden. Niet te klein, niet te groot. Zo, we hebben genoeg. Wat heb ik nog nodig? Azijn. Dus pure azijn, wat je ruiten mee wast. En een wat suiker. En we gaan dat gewoon laten opkoken. Eén keer dat dat gekookt is, gaat die suiker opgelost zijn. En dan gaan we daar de bloemkoolkes mooi in blancheren. In feite is de bedoeling dat die bloemkoolkes, anders is dat echt heel krokant, dat die gewoon een keer opgekookt zijn in uw azijn. Dus ondertussen gaan we onze augurkjes ook wat snijden. Pickles is ook super dat er geen vet in zit. Ik ga je een voorbeeld geven. Eet frietjes en doet daar pickles bij. Dat heeft zuren, dat heeft geen vet. Dus in feite iets heel simpel dat je zelf kunt doen. Dus blancheer gewoon kokend water, gewoon je bloemkool erin, terug laten opkoken. Dus ik ga dat gewoon afgieten. We gaan het sap sparen, hè. Zo. En dat gaan we terug opzetten. Onze bloemkoolkes gaan we mengen met onze zilveruitjes en onze augurken. Ons sap kookt. Wat gaan we daarbij doen? Mosterd. Ik krijg er van de tranen in mijn oog. Het is van blijdschap, hoor. Mosterd. Een beetje kurkuma. Die zorgt eigenlijk voor het gele kleur. Laat ons zeggen 2 koffielepels kurkuma. Gemberpoeder. Een halve koffielepel voor te beginnen. Je moet altijd rekenen. Je kunt er nog altijd bij doen, maar je kunt er niet meer uithalen. Hè. En goed wat curry. Zo. We gaan dat gewoon binden met maïzena. Gewoon wat maïzena, wat koud water. Dat was ideaal voor de saus van achter Noorlog. Altijd goed mengen en altijd met koud water, hè, maïzena. Anders gaat de klonter zijn. Nu gaan we dat mooi zien binden, hè. Klaar? Gewoon onze geblancheerde bloemkoolkes in uw steriliseerbokaal. Warm erover giet. Als je wilt hebben dat die steriliseerbokaal zeker gesloten is, dus zit er warm in, dan gaan we die gewoon omdraaien. En dan gaat u uw rubberwand afsluiten. Hoe lang gaan we dat bewaren? Laten we zeggen 3 maanden, maar het kan langer. Dus gewoon een etiketje op. Dat is wel leuk. Ik ga er een fotootje van trekken. Zo zie mijn lieve echtgenoot wat ik uitgestoken heb vandaag. Zo simpel is het. Super. Het is geregistreerd. Ik moet het zien.